Welkom weer bij een nieuwe aflevering van Geloof je dat? Vandaag gaan we weer stilstaan bij een andere grote aartsvader, Jacob, de zoon van Isaac. Jacob heeft een interessant leven geleden. Een leven die niet altijd zonder problemen of uitdagingen was. Hij kreeg daarom ook later de naam Israël, wat betekent strijder met God. Ik zal twee momenten uit het leven van Jacob uitlichten en aan de hand daarvan uitleggen waarom Jacob de naam Israël, strijder met God, heeft gekregen en wat wij hier dan ook van kunnen gaan leren. Het eerste verhaal dat ik wil vertellen is dat Jacob een tweeling was van zijn broer Esau. Esau was de oudste en Jacob de jongste. En doordat Esau de oudste was, had hij het recht op de eerste geborene zegen. Echter verleidde Jacob zijn vader Isaac en ging hij met de eerstgeborene zegen er vandoor. Toen Esau hierachter kwam, werd hij woedend en wilde hij zijn broer vermoorden. Ging hem achterna en daarom vluchtte Jacob. Het tweede verhaal dat ik wil vertellen over het leven van Jacob was toen hij vluchtte voor zijn broer Esau, vluchtte hij naar de plek Haran. Daar kwam hij Rachel tegen, de dochter van Laban. Toen Jacob de hand vroeg van Rachel aan Laban, moest hij eerst 7 jaar werken voordat hij Rachel kon krijgen. Na 7 jaar te hebben gewerkt, kreeg Jacob niet Rachel, maar de zus van Rachel, namelijk Lea. Om Rachel toch als vrouw te krijgen, moest Jacob nog eens 7 jaar werken. Omdat Jacob zo erg van Rachel hield, vond hij dat geen probleem en werkte hij vooralsnog nog eens 7 jaar. Nadat hij dat had gedaan, kreeg Jacob vooralsnog Rachel als vrouw. We zien in deze twee verhalen dat Jacob heen en weer gaat met God. Soms doet hij goede dingen en soms doet hij minder goede dingen. Maar Jacob bleef alleen achter. En een man worstelde met hem, tot de dageraad aanbrak. En toen de man zag dat hij hem niet kon overwinnen, raakte hij zijn heupgewricht aan, zodat het heupgewricht van Jacob ontwricht raakte toen hij met hem worstelde. En hij zei, laat mij gaan, want de dageraad is aangebroken. Maar hij zei, ik zal u niet laten gaan, tenzij u mij zegent. En hij zei tegen hem, wat is uw naam? En hij antwoordde, Jacob. Toen zei hij, uw naam zal voortaan niet meer Jacob luiden, maar Israël. Want u hebt met God en met mensen gestreden en hebt overwonnen. Jacob vroeg daarop, vertel mij toch uw naam. Waarom vraagt u naar mijn naam? En hij zegende hem daar. We zien hier dat Jacob de naam Israël kreeg, strijder met God. Degene die ups en downs had en meemaakte in het leven met God. Maar niet alleen Jacob. Ook later zullen wij zien dat het volk van Israël in de woestijn onder leiding van Mozes en na Mozes steeds aan het strijden was met God. Soms gehoorzaamde zij God en soms gehoorzaamde ze hem niet. Oké, leuk. Wat heeft dat met mij te maken en het geloof, vraag je je misschien af. Wat Jacob heeft gedaan en meegemaakt en het volk van Israël is hetzelfde verhaal van ons met God. Wij zijn Jacob. Wij zijn degene die strijden en vechten met God. Wij zijn het volk van Israël die soms naar God luisteren en soms niet naar God luisteren. We hebben soms moeite in het geloven van God en het volgen van zijn geboden. Wij willen vasten, maar het lukt niet altijd. Wij willen eerlijk zijn, maar soms lukt het niet. Wij zijn in continue strijd met God. Zoals Jacob dat was, zoals het volk van Israël dat was, zo zijn wij ook tot de dag van vandaag elke dag aan het strijden met God. Hoe overkomen we dan deze strijd? Hoe overwinnen we God? Of moeten we überhaupt wel God overwinnen of niet? We moeten doen wat Jacob heeft gedaan. En wat heeft Jacob gedaan? Jacob heeft geloof getoond. Geloven. Jacob geloofde. Zo moeten ook wij geloven. Wanneer heeft Jacob dan geloof getoond? Jacob toonde geloof toen hij weigerde om God los te laten en zei,
Ik zal u niet laten gaan, tenzij u mij zegent. Zo moeten wij, net als Jacob, niet God loslaten, totdat hij ons zegent. Hoe moeilijk het wij soms ook vinden om te vasten, om te bidden, om eerlijk te zijn, te helpen of te vergeven, laten wij blijven vasthouden aan God en hem niet loslaten. Laten wij geloof blijven hebben in het leven met God door zijn geboden te blijven te onderhouden. Hoe moeilijk het ons ook kan zijn. En laten wij daarom ook tot God zeggen en bidden tot God: ik zal u niet laten gaan, tenzij u mij zegent. Dankjewel voor het kijken.